volgende storm gaat over verwante verschillen. Je hebt de storm waar het allemaal roerig en heftig is. En in het midden van die orkaan is het stil, schijnt de zon, is het comfortabel en prettig. Nou, dat is op velelei manieren uit te leggen. De wereld om ons heen, op het ogenblik met geld en cultuur, staat in de storm. En wij hopen hier in de vishal gewoon op baken te blijven, waarin alles netjes en prettig en zonnig. Nou, zonnig, dat lukt al, dus dat is al fijn. Maar het gaat ook over de kunstenaars die meedoen met deze tentoonstelling. Zij zijn door mij aan elkaar veroordeeld met duo's. Ik heb steeds twee mensen bij elkaar gezocht. En ik heb erg mijn best gedaan daarop om het niet zomaar te doen, maar echt een gerichte keuze te maken op basis van hun werk of van hun visie of werkwijze of anderszins. En het idee was dat die kunstenaars met elkaar in gesprek zouden gaan en samen iets zouden gaan ontdekken over de verwantschap in hun werk, of als dat misschien wel duidelijker was, de verschillen in hun werk. Vandaar dat het heet Op zoek naar verwante verschillen. Het een kan eigenlijk niet zonder het ander. En het is heel erg leuk te merken dat die duo's ook iets met elkaar hebben gekregen in veel gevallen. Ze zijn een paar keer bij elkaar op bezoek geweest in het atelier. En voor ons als solistische kunstenaars die altijd zo lekker op zichzelf aan het werk zijn, is het eigenlijk heel leuk om eens met een collega te sparren over je werk en wat input van een ander te krijgen. Het derde aspect van het oog van de storm is natuurlijk dat het over ogen gaat en over kijken. En nou ja, dat is heel logisch voor kunst. Kunst gaat over kijken. Dus deze tentoonstelling is vol, want we zijn met 24 kunstenaars die allemaal goed hebben uitgepakt. En er valt dus heel veel te kijken, er is veel kijkplezier, mag ik hopen. Maar ik vind het zelf heel mooi geworden. Ik ben erg trots op alle kunstenaars en ben blij dat het is wat het geworden is. Willemijn heeft mij aan Jolanda, Jolanda en ik aan elkaar gekoppeld. En toen dacht ik, dat vond ik wel bijzonder, want Jolanda en ik kennen elkaar al 43 jaar. En zijn ook bevriend al 43 jaar, want we hebben tegelijkertijd eindexamen gedaan. Maar toch werken wij heel verschillend. Wij doen hele andere dingen met hetzelfde materiaal, ja. Dat is wel leuk. Ja. Dus dat, daarin vinden we elkaar. Ja, dan hebben we ook het glas. We hebben daar nog een kleine glas laten we zien. Oh, dat is ook heel verschillend. Ja. Zij maakt het echt. Ze verzint het. En zij maakt het zichzelf. Deze heet hier, mevrouw gaat uit vissen. En dit is nog dunner dan een millimeter. En dat was ook heel erg even om het weer naartoe te brengen. En dit is een mausoleum, want het is een echte muis die in mijn kat heeft gevangen. Oh. En die heb ik in het spul in het eerst bevroren en toen in het. Toen hij was al dood, hoor. Oh. Ik moest hem echt afpakken, want ik kan daar hem opeten. En dit is een kop van een kabeljauw, nee, een makreel. En bij haar, zij heeft echt dingen gemaakt. Ze begint wel met iets wat al bestaat, maar geen idee. Ja, ik ben meer een bouwer en jij, ja, het is er gewoon ineens. Het ontstaat vanzelf. Ja. En ik wik en weeg en zoek en doe daar heel lang over. En je bent heel lang, ja. Is het meer van smelten en van de mal? Een toeval? Ja, dat is eigenlijk een beetje verschil. Van Jolanda is er nog iets te zien, jawel. Zij heeft namelijk een hele mooie combinatie gemaakt. Helemaal op ter eentje heeft ze een combinatie gemaakt, namelijk met de Halle. En de Halle is een tentoonstelling die gaat over zee. En Jolanda dacht, nou, daar doe ik iets mee. En zij heeft een prachtige dia-presentatie gemaakt in de kleine videoruimte met 35 jaar? Ja, nou, het is nog veel erger, want de ene carousel zitten alle zeegezichten van mij in. En in de andere carousel zitten alle zeegezichten van mijn vader, die al 40 jaar dood is en fotograaf was. En ze zijn prachtig. Ik ben zo blij dat ik ze niet heb weggegooid. En dat zee aan zee, dat heeft ook te maken met het water en het alles met water. Het heen en weer gaan van mij naar Italië en Nederland, voortdurend word je er gek van. En daar is altijd water. Als er maar water is, is het wel goed. En dat heeft ook met die flessen te maken. Ja.
Nou, het is echt heel mooi en het gaat ook echt met zo'n oude diaprojector. Geweldig om daar lekker rustig te mediteren en alle zeeën langs te laten. Ja, dat kan niet digitaal. Dat moet echt net zo'n ouderwets klikding. Ja, dus geniet daarvan. Het gaat om deze twee werken. Ik denk dat het eerste visuele aspect wel heel duidelijk is waarom het aan elkaar gekoppeld is. Het is wel mooi dat allebei de werken een soort metaforen zijn. Bepaalde symbolen die verwijzen naar iets totaal anders dan wat je in de eerste instantie ziet. Zijn meer een soort verwijzingen naar theorieën, denk ik. En bij mij is dat heel veel wetenschappelijk rationeler. En bij jou is dat ook meer mystiek. Ja. En dan met die twee verschillen moet je dan toch ergens een soort van midden, dat kwam dan in de gesprekken van daarna op zoek. En dan moet je dus, in mijn geval moest ik op een mystieke manier naar mijn eigen werk kijken. En dat was wel nieuw. En heel interessant, want eigenlijk zijn die beide disciplines, of dat misschien het mystieke en het wetenschappelijke, zijn eigenlijk in disciplines ook al met elkaar verweven. En daarbinnen, het is veel groter dan alleen die twee werken die overeenkomen. Nou, ik vind ze ijzersterk. Nou, ik heb eerst een beetje op het net zitten surfen naar Giel. En toen dacht ik, oké, dat is wel grappig. Hij doet dingen met model. En ik doe op dat moment, deed ik ook al heel lang, 2 jaar lang, dingen met 2 modellen. Het grappige is, van wat ik gebruik, moet jij straks zeggen hoe jij het gebruikt. Ik gebruik het, dit onderwerp, omdat ik het kijken naar interessant vind. Dus het voyeuristische van een model schilderen, dat ben ik gaan doen naar aanleiding van Olympia van Edouard Manet. Een heel erg uitgemolken schilderij, waar allerlei trucs mee uitgehaald zijn. En ik heb het eigenlijk, mijn model heb ik geplaatst in een, heb ik daarvoor mijn dochter misbruikt. Die heeft, ik weet niet hoeveel model gelopen voor mij. En ik heb iets van 2000 schilderijen gemaakt. Over elkaar heen. Op de muur. Waardoor ik zo'n pak schildervel overhield. En iets van 1500 gefotografeerde schilderijen. Daar heb ik een filmpje van gemaakt. Dus bij mij loopt er een meisje naar bed. En gaat er een meisje van bed. En de slavin op de achtergrond. Die vol eerbied Olympia helpt met bloemen en allerlei andere dingen in die tijd. Daar heb ik een stevige danseres van gemaakt. Die helemaal apart eigenlijk een beeld heeft. Een videobeeld. Dus ik heb ze losgekoppeld. En ik heb geen modeltekeningen en geen modelschilderijen. Ik heb alleen een filmpje. Terwijl Gio gaat heel anders met het model. Gio? Ja, ik ben eigenlijk gewoon weer teruggekeerd naar de basis. En ik heb bijvoorbeeld de Rijksacademie voor model getekend. Tussendoor heb ik even andere dingen gedaan en abstract gewerkt en symbolisch. En ik ben gewoon weer terug model gaan tekenen. En dat is ook wel heel geruststellend eigenlijk. Dat het dat eigenlijk, voor mij is het heel logisch en komt heel natuurlijk over. Er is geen verder grotere boodschap. Het is eigenlijk wat het is. En ik vind dat een ontzettend ontroerende bezigheid om te doen. Mensen openbaren zich in hun naaktheid. En het is trouwens, het schilder ook wel gekleed, maar het zijn mooie kleine plaatjes. Het is niet meer of minder dan wat het is. Dus het zijn andere benadering dan Yvonne. Ik ben dan nog niet klaar. Ik wil ook denk ik niet, denk ik. Ik wil nog veel verder gaan. Vrijwillig.
Nou, ik zou het wel leuk vinden om Daan te horen en Michel. Dat vind ik zo leuk, omdat die ook nog niet zo lang lid is bij de Vishal. En we niet zo vaak iemand in ons midden hebben die ook iets met vormgeving doet. Ondanks dat het ook kunst is, is het ook vormgeving. Dat grensvlak is natuurlijk ook doen. En bij Daan is het bijzonder werk en daar wil ik graag iets over horen. Lijkt me leuk. Ja, de combinatie van het werken voor mij en voor Michel, die heb ik eigenlijk gemaakt door bij hem langzaamaan en naar zijn werk te kijken wat hij hier zo zou tentoonstellen. En ik heb een beker genomen vanwege het avondmaal, dat lijkt me weinig uitleg behoevende. En de twee andere werken heb ik eigenlijk bij deze foto's gekozen vanwege de beweging en de vervaging van de vormen. En jullie zullen wellicht iets dichterbij moeten gaan staan om het een beetje goed te kunnen zien. Maar deze is een heel klein schaaltje. Dat is eigenlijk een soort van... Het is een klein schaaltje. Het heeft voor de rest geen echte duidelijke functie van je kan er iets mee of zo. Het is echt gemaakt als kunstobject. Dus in die zin maak ik kunst, maak ik vormgeving. Het ligt er inderdaad tussenin, zoals net gezegd is. En het ontwerp, het idee is eigenlijk gekomen van de bek van een kat als die gaapt. Dan gaat dat zo open en dit is dan helemaal verweekt en gesmolten als het ware. Maar daar is het idee van gekomen. Het idee van die andere twee sculpturen, het zijn gewoon kandelaars. Dus je kan dat prima gebruiken als kandelaar, als object. Maar het is ook in zijn vormgeving heb ik eigenlijk me laten inspireren door wat wind, en vandaar vond ik het een leuke combinatie met deze tentoonstelling, wat wind doet met rotsen en stenen zoals je wel eens ziet. En heb ik daarnaast geprobeerd het contrast een beetje super scherp te krijgen door een hele super strakke cilindrische vorm te combineren met dat hele organische weggesleten idee eigenlijk. En ik vind dat dan wel leuk dat het daardoor ook bijna lijkt alsof de bovenkant wat organisch is, alsof dat echt gebeeldhouwd is als het ware. En dat is het ook wel, maar niet zo 1, 2, 3 uit het zilver. Maar die suggestie werkt het wel. Als het van hout gemaakt zou zijn, dan zou het er in wezen hetzelfde uitzien. En dan zou je het uit één stuk gaan maken. Dus... dat kan ik vertellen. Ik kan nog veel meer vertellen, maar ik denk dat Michel nu eventjes wat mag zeggen. Ja, mag ik toch nog even een vraag stellen? Ja, iedereen mag een vraag stellen, dat mag altijd. Want ik denk dan, wat is voor jou de relatie die je met de foto's van Michel hebt gelegd? Wat ik net zei, dit is gewoon een soort symbolisch iets van, dit is bijna een avondmaalsbeker, dit is een avondmaal. En die andere twee, heb ik de vervaging, als je nou die, en de beweging, als je nou die hoofden ziet, die draaien, die afbeelding die je ziet, die is niet meer scherp, die is niet meer zo scherp als dat je hem hier zo ziet staan, zeg maar. Tenzij je heel veel last hebt van je ogen of zo. En in wezen heb ik hier zo bij dit idee ook een soort van vervaging zitten. Dit is voornamelijk de beweging en ook eigenlijk het thema van de tentoonstelling. Er zit toch ook wel iets heel kerkelijks in als je kijkt naar die kaarshouder vormen, naar een beker, naar misschien wel een schaaltje waarmee je iemand zou kunnen dopen, denk ik. Hebben die aspecten meegespeeld bij jou ook? Of? Ik ben zelf niet gelovig. Wel bij het avondmaal, daar duidelijk. Maar bij de rest eigenlijk niet. Maar goed, het is ook eigenlijk wel leuk met zo'n tentoonstelling dat de kijker zelf ook iets mag associëren natuurlijk. Dus de tafel vooral liggend nog hoor. Dus ja. Er zijn rust.
nog diepere associaties mogelijk. Ja, ik hoor ze graag. Michel, wil je misschien nog iets aan aanvullen? Nou, hij heeft eigenlijk alles al gezegd, volgens mij. Voor de voeten weg van mij. Nee, ik vond de combinatie ook eigenlijk heel bijzonder, want ik kende Daanse werk ook niet. En ik heb eerst even op internet gekeken. We hebben nogal wat moeite gehad om elkaar te vinden, zou ik maar zeggen, in eerste instantie. Vanwege verbouwingen en allerlei drukte. Maar toen ik dat zag en toen hij op mijn atelier was, toen hebben we erover gesproken. En ik vond het eigenlijk heel erg passend. De dingen die hij zegt, die kloppen erg, vind ik. Maar ook het rituele karakter van zo'n schaaltje of zo'n beker. Eigenlijk ook de kandelaren die eigenlijk, ja, wat hij zelf ook al zegt, heel bijzonder zijn. Omdat ze aan de ene kant heel strak zijn en aan de andere kant eigenlijk een soort hele losse beweging geven. Nou, dat vind je ook terug bij mijn avondmaal. Of avondmalen. Ik ben ook niet gelovig, dus vandaar dat ik ook makkelijk op die manier daarmee om kan gaan. En ik heb, ik was eigenlijk, ik vond het wel nodig om eens een keer Maria Magdalena voluit in de picture te zetten. Ja, dat is de graal. Dus, het is de graal waar je naar kijkt. Ja, bijvoorbeeld. Nee, je kan er dus heel veel bij invullen. Dus ik vertel er eigenlijk liever niet zo heel veel over. Mm-hmm. Omdat dan zou ik een soort richting geven aan en iemand eigenlijk belemmeren om zijn eigen beeld daarvan te maken. En want dat doen we uiteindelijk allemaal, waar we ook naar kijken. We vormen natuurlijk een eigen beeld en dat hoeft vaak niets te maken te hebben met wat de kunstenaar ooit in gedachten had of bedoeld heeft. Mag ik toch iets vragen? Ja. Dat is Maria Magdalena. Nou, dat zou je kunnen zeggen. Oh, ja. Dus, nee, maar daarom, dat is ook het gevaar. Zodra je dus, ik noem dat al, ik dacht Maria Magdalena erbij, maar dat is dan eigenlijk meer om aan te geven dat op de gebruikelijke avondmaalsituaties maar heel weinig schilders geweest zijn die Maria Magdalena erbij geschilderd hebben. Er zijn twee Italianen die dat gedaan hebben. Huh? Bijvoorbeeld. Ja. Op deze manier hebben ze het nooit gedaan natuurlijk. Op deze manier hebben ze het niet gedaan. Maar wat was uw intentie om het zo te doen? Mag ik dat vragen? Ik ben gewoon vrijwilligster en mensen vragen het ook aan mij. Ja, intentie om een andere blik op een ritueel wat zeg maar 2000 jaar oud is. Om daar opnieuw na te denken over de betekenis. Daar gaat het eigenlijk over. Zo'n avondmaal heeft een heel historische achtergrond. En ik heb het geprobeerd ook in deze tijd te brengen. Dus ik heb wat figuurtjes vervangen. En ik dacht, ja, kijk, ik denk dat je je van alles gaat afvragen hierbij. Ja, die vrouw ligt er ontzettend hulpeloos bij, hè? Bijvoorbeeld. Ja, kwetsbaar. En dat is precies de kwetsbaarheid die eigenlijk in het verhaal van Maria Magdalena ook een enorme rol speelt. En sowieso de vrouw in kerkelijk verband gezien. Eigenlijk bij iedere religie zelfs kan je stellen dat de vrouw enorm ondergeschoven en ondergewaardeerd is. De vrouw was vanuit het verhaal vanuit de rib van Adam genomen, dus je kon alles met haar doen. Dus zijn allemaal weliswaar foute interpretaties. Maar het heeft wel een geschiedenis die aangeeft hoeveel ellende zeg maar sowieso religie teweeg gebracht heeft. Mm-hmm. De verdeeldheid, het elkaar de nek omdraaien omdat je denkt dat God er anders uitziet dan de God van je buurman. Terwijl niemand weet hoe die eruit ziet. Of er überhaupt wel een soort God is. Dus dat maar niettemin. Ondanks al die mythes, legenden en ook hedendaagse natuurwetenschappen is het zo dat we natuurlijk nog steeds aan het zoeken zijn naar de oorsprong van het bestaan, zeg maar, van de wereld. Maar niet alleen de wereld, maar van het hele heelal.
En dus in het kader daarvan leek het mij ja, wel aardig om daar ook een beetje mee bezig te zijn. Maar mag ik nog één opmerking maken aan het publiek? Ja. Ja. Het woord is niet gevallen, hè? Maar het is op zijn minst enigszins provocatief. En dat is ook je bedoeling, denk ik. Ik vind er niks provocatiefs aan eigenlijk. Nee, dat zul jij. Ja, maar ik vind dat je ermee speelt. Ik, ja, ik spreek geen oordeel. Nee. Maar ik voel precies aan mevrouw dat toe. Nou, het is een beetje als offer. Offer. Het is gewoon een soort offer, ja, natuurlijk. En de vrouw is geofferd in alle religies. Dus ik vond het een heel wezenlijk iets om daar iets over te laten zien. In plaats van die keurige mannen die een beetje zitten te pimpelen en afwachten tot die opgehangen wordt. Ja. Hebben jullie een naam gegeven aan deze installatie? Niet een totale naam, maar ja. Ja, ik zou zeggen, neem je lichaam. Dat geldt natuurlijk zowel voor dat dit een donderdagtafereel als de manier waarop het vrouwelijke aspect dat zo ontzettend vaak aan het christelijk ontbreekt accentueert. Ik heb een beetje moeite met het feit dat je zegt dat de vrouw een ondergeschikte positie heeft. In de religie, In het katholicisme is de Maria-verering enorm. Ja, maar dat is eigenlijk een moedervereering die, zeg maar, losstaat van de geschiedenis van de vrouw in de hele kerkelijke geschiedenis. Ja. Dat zijn specifiek, natuurlijk, je hebt nog meer heiligen, je hebt een hele rij heiligen. Ik heb ook een keer ramen gemaakt over Sint-Barbara. Het Maria-symbool is eigenlijk nog belangrijker dan het... Dan wat dan ook, ja, in zuidelijke landen of zo. Dat is voor iedereen persoonlijk. Hè? Ik kijk eigenlijk vooral naar de hele geschiedenis, hoe, zeg maar, in de geschiedenis de rol van de vrouw altijd een rol is geweest van onderdrukking. En van en dan kunnen ze wel een hele mooie Maria-figuur hebben, ja, waar je naar kan verwijzen of waar je zeg maar affiniteit of wat ook mee kan hebben. Dat is voor iedereen ook persoonlijk. Maar als je de hele geschiedenis bekijkt, is het natuurlijk een heel ander verhaal. Tot op de dag van vandaag. Nou, het bijzondere is natuurlijk ook wel dat ze over dat ze nog steeds niet precies weten wie Maria Magdalena echt was. En de theorieën van de geliefde van Jezus en de hoer. Mm-hmm. Dus Er zit er ontzettend veel. Ik heb me daar ook behoorlijk verdiept. Maar los van wat daar werkelijkheid of niet werkelijkheid, de symbolische waarde daarvan, die blijft overeind. Of het nou op de een of andere manier bewezen wordt, dus eigenlijk met al die, met alle religies, al die zeg maar, kernverhalen van die religies, daar zit heel veel waarheid in. Maar hoe ermee omgegaan wordt, is iets heel anders. Dus dat is een beetje de aanleiding waarom ik me daarmee bezig hou. Ik hou me al zeker 15 jaar, bijna 20 jaar bezig met het laatste avond. En niet alleen omdat het laatste avondmaal is, maar dan moet ik er toch iets bij vertellen. Het boek Esther, bijvoorbeeld, het Bijbelboek, begint met de mistee, maaltijd. En dat is de maaltijd van het leven. He, dus daar is de maaltijd symbool voor hoe we het leven tot ons nemen. En een maaltijd is daar eigenlijk ook een symbool, want je neemt iets naar binnen en komt er eruit. Het is een soort cirkelgang en zo doe je eigenlijk met alles in je hele leven. Met je opvoeding, met je kennis, met je relaties. Alles is een doorlopende lijn die in feite dus een maaltijd is. En dat is dus ook een aspect wat voor mij in ieder geval van... wezenlijk belang is bij de benadering van de werken die ik daarover maak. Ze moet eigenlijk worden genuttigd. In feite nuttig je het leven ook. Ja, maar het leven nuttig. Toch? Ja, en Maria Magdalena die was niet echt in haar vrouwelijkheid gezien. Ze heeft een kind gekregen zonder het te baren. Ja. En dat laat hier heel mooi zien. Wat ik ook heel mooi vind is dat als wij nu naar deze kant, aan deze kant van de tafel staan. Precies. Ja. Mm-hmm. We doen mee. Ja. Ja. Dus dat vind ik ook het openen. Dus waardoor je, als je zo bij de voorstaat, weer genoeg wordt van een maaltijd. Ja. Ja.